Ja, we staan in het gebied Keent en een natuurgebied dat vraagt natuurlijk om een beheerder. Er is een nieuwe beheerder en ik sta bij hem en stel je even voor de kijkers. Ja, goeiedag. Mijn naam is Gijs Looijen. Ik ben sinds 3 maanden nieuw beheerder Noordoost voor Brabants Landschap. Ik ben de opvolger van Theo de Mol, die daar nog steeds wel staat. Ja. Helemaal weg is hij nog niet. Ik woon zelf in Kranenburg, net over de grens bij Duitsland. Ik ben actief in Groesbeek. Er zit dus één station eigenlijk verder voor mij. En begin al een beetje verliefd te worden op mijn eigen beheerregio. Ja. Ja, het is een geweldig gebied. Zeer veel vooral fietsende toeristen. Ja. En nu we hier zijn, er gebeurt ineens van alles. En ja, mensen die langskomen, die zeggen, wat zijn ze godsnaam aan het doen? Want het is net aangelegd en nou gaat het weer op zijn kop. Ja, het is een stukje herinrichting of opwaardering eigenlijk van de natuur hier op Keent. We hebben eerst een onderdeel gehad met het plaatsen van de rivierbomen. Zoals veel mensen ook wel gezien zullen hebben. Dat is nu klaar en nu gaan we naar het stukje grondverzet aan deze kant van Keent. Het is allemaal bedoeld om een aantal soorten, zowel planten als dieren, een betere kans te geven. Een stukje optimalisering zou je kunnen zeggen. Ja. Er zijn de mensen die rondfietsen of wandelen en nieuwsgierig zijn of die vragen hebben over wat gebeurt er bij hoogwater. Zijn er wilde runderen gevaarlijk? Komen er wisenten enzovoort? Waar kunnen ze met hun vragen terecht? Nou, uiteindelijk kunt u het beste terecht, denk ik, bij de website van Brabants Landschap zelf, waar veel informatie staat over Keent. En als er hele specifieke vragen zijn, dan zal het hoofdkantoor u doorverwijzen naar mij, denk ik, uiteindelijk. En dan zal ik uw vragen met plezier beantwoorden. Ja, ja. Dus als we het nummer van het hoofdkantoor in beeld brengen, dan komen ze uiteindelijk bij jou terecht. Precies, ja. Hey, bedankt voor het interview. En als er wat bijzonders is in het gebied, waarschuw ons en we komen een keer een rondje met je maken. Dat zal ik zeker doen. Dank u wel. Er gebeurt hier van alles en we zijn natuurlijk nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. En ik praat met Gijs Kursjes. Zeg Gijs, ja, leg eerst even uit wat je hier komt doen. Ja, ik ben rivierecoloog en ik heb in samenwerking met Brabants Landschap en met steun van de provincie Noord-Brabant heb ik een plan gemaakt om hier in Keent nog een aantal percelen ondiep af te plaggen. En dat doen we om, om een goede ontwikkeling te krijgen van rivierplanten, zeg maar. Ja, ik nog even naar afplaggen. Is dat door de mensen in de loop van de tijd opgegooid of is dat rivierklei? Wat ga je afplaggen? Ja, we gaan hier een laag van ongeveer 50 centimeter eraf halen en dan kom je hier op een grindlaag. En die grindlaag is, ja, dat is een hele schrale grond. En daar groeien veel sneller bijzondere planten op dan op een hele dikke kleilaag. Het is heel erg voedselrijk en dat groeit vaak, domineert het gras en er komen weinig andere bloemen tussen. En door dus zo'n schrale grond aan de oppervlakte te brengen, krijg je dus een veel gevarieerdere plantenontwikkeling. Dus we krijgen meer bloemen voor de insecten, voor de bijen, noem maar op. Maar ik in mijn onschuld vreten die wilde runderen en half wilde paarden, zo dat er niet op? Ja, die dragen er ook bij dat het gebied gevarieerder wordt. Dus die knagen op de ene plek of die grazen op de ene plek. En die verspreiden ook de zaden door het terrein. En we staan hier natuurlijk in de Maas. En de Maas komt 's winters natuurlijk ook af en toe uit zijn bedding met periodes van regen. En dan krijg je ook dat de Maas nog weer zaden aanvoert. Dus dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we hier straks op die schrale, grindige bodem een hele bijzondere flora-ontwikkeling gaan zien. Nou, we mogen dus uitkijken naar een nieuw stuk landschap en hoeveel jaar moet ik denken? Nou, dat hangt er van af. Als je, maar binnen een paar jaar zie je vaak al de eerste resultaten. Dus, we werken midden in het natuurgebied, dus er komen ook alweer van andere stukjes kunnen er weer planten naartoe komen. Dus binnen een paar jaar kun je hier al resultaten zien. En trekt het ook nog andere vogels of dieren aan? Nou, zoals ik zei, het zal zorgen voor een rijkere insectenwereld. Dus je moet denken aan vlinders, bijen, kevers, dat soort dingen. Die zullen daar ook profijt van hebben. En daar profiteren dan weer allerlei vogels van. Dus uiteindelijk werkt het zo door voor de natuur en het hele gebied. Patrick, bedankt zover. We komen er beslist een keer op terug. En als ze bezig zijn en er komt van alles lopen met jou door het gebied, laten we afspreken. Dat lijkt me een goed plan. Ja. Ja, dan wissel even van plek, zou ik zeggen, in verband met onze corona-afstanden. Ja, iemand die in Hees Mr. Keent genoemd wordt. Janik Vos, ja Janik, we zijn zo'n jaar of 7 hier door Keent heen gesjouwd. En we hebben van alles opgenomen. En ja, je bent terug, hè? Ja, terug van weg geweest. Ik weet nog goed, 2008 begonnen we met de Keentse weg, hè, de Keentse brug.
Dus dat is alweer dik 12 jaar geleden. Ja. Ja. Inmiddels iets kaler geworden, iets ouder. Ja, dat komt door de wind. Ja, ja, nee, precies. Maar je hebt een functie hier in de buurt nu bij Wetering? Ja, wij zijn eigenlijk met onze werkzaamheden altijd door heel het land bezig. Maar op het moment weer dicht bij huis, hè, in Keent. Dus nou vandaag begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden hier. En je woont nog in de buurt hier? Nee, ik woon zelf op de Veluwe, tegen de postbank aan. Dus nee, voor mij is het altijd weer een reis. Ja, even natuurlijk, wat zijn jullie aan het doen? Want ik zie allemaal vrachtauto's, zandgrind. Het lijkt wel of heel Keent omgebouwd wordt. Ja, nee, vertel eens. Dat valt allemaal reuze mee. Wij zijn begonnen met het afplaggen, dus wat Gijs ook net vertelde. Nou aan de Maas, daar gaat een 7.000-8.000 kuub wordt daar afgegraven. Een groot gedeelte, en dat zie je achter ons gebeuren, daar zijn we een sloot aan dempen. Zodat daar straks weer een goede verbinding komt voor het vee wat hier loopt. Dat ze naar de verschillende begrazingsgebieden toe kunnen. En als die sloot gedempt is, dan gaan wij de achterliggende percelen hier ontgraven. En daar wordt dan ook weer die bovenste 50 centimeter afgegraven. En dan gaan wij aan de andere kant een perceel mee ophogen. Dat is nou een landbouwperceel en dat blijft straks een landbouwperceel. En dat blijft? Dat blijft. En dat wordt dan een 40 centimeter opgehoogd. Ja, bijzonder is dus, normaal voeren jullie de klei af voor keramische bewerking en zo. Ja. En nou blijft het in het gebied? Ja. Ja, normaal inderdaad, de kleiwinning wat wij voorgaande jaren hier in het gebied hebben gehad, dat is nou niet aan de orde. Het betreft nou echt alleen de bovenlaag, de bouwvoor noemen wij dat altijd. En die is keramisch niet geschikt. En hier blijft het werk allemaal, of de grond allemaal in het gebied en kun je werk met werk maken. Hoef je niks aan te voeren, ook niks af te voeren. Dus dat scheelt weer een hoop transportbewegingen. En hoe lang is de planning? Zijn jullie hier bezig? Als alles mee zit, al met al 3 weken en dan zijn we weer klaar. Dan is alles weer heringericht. Oké. Succes ermee en we gaan kijken als het klaar is wat het allemaal geworden is. Dankjewel. Gaat goed komen. Tot de volgende keer, Janik. Prima.